Zie hier, dit is Edward, de drukbezette directeur van onze Bananensplit BV. Volop bezig met wachten op de nieuwe secretaresse Anneke. Bij aankomst voorziet hij haar, ondanks alle drukte, meteen van koffie. Ja, nou ja, u mag gelijk daar gaan zitten. Ik ben zelf een beetje in en eruit het gaan. Ja. Het is, laten we dus heel eventjes kort kennis maken om dan gooi ik u erin. Ja, en wat is de bedoeling, wat ik moet doen? Het is eigenlijk heel simpel. Ja. Dit in die enveloppen te doen. Ja. En ja. Dan heb ik straks een beetje een smaakkwestie. Ja, het betreft de liefde. Ik heb een soort van opwelling voor mijn schatje. Ja. Waar ik helemaal hoofd op de boter van ben, heb ik wat spulletjes gehaald. Ja. Onder andere heb ik, ik moet er daarmee verrassen. Dus de bedoeling is dat ze dat niet weten. Dan gaan we morgen naar Parijs met z'n tweeën. Wat leuk. Ja. Ja, dit heb ik voor haar gekocht. Ik hoop... Ja, is mooi. Ja. Edward wil ook een liefdesverklaring bijvoegen. Weet Anneke misschien nog een gevoelvolle tekst? Oké, nou roep eens wat. Dus ik heb als beste tot nu toe haar lach of haar ogen doen de zee dansen. Maar dat rijmt niet, het is een beetje te... Hoe lang zijn jullie al bij elkaar? 5 jaar. 5 jaar? Ja. We zijn nu 5 jaar bij elkaar en het wordt eens tijd dat ik laat merken hoeveel ik van je houd. Ik heb je nog nooit bedrogen. Ik heb je nog nooit bedrogen. We zijn nu 5 jaar bij elkaar. Ik heb je nog nooit bedrogen? Nee. Oké. Ik ga dan heel even naar de bank wat zaakjes regelen. Als u... Anneke. Ja? Dan ga ik heel even naar de bank regelen. Ik ben alle vertrouwen. Ja? Dan gaan we het straks even samen op. Echt helemaal fantastisch. Ja. Bedankt. Ja. Super. Oké, tot zo, hè. Als je nog een kopje koffie wil, dan... Nee? Oké. Tot straks. Hi. Hallo. Goedemiddag. Is Eddie er niet? Nee, die is net weg. Die is even naar de bank. Oh. Ben jij zijn vriendin? Ja, hoi. Oh, hallo. Hallo, Faya. En oh, je komt een dagje invallen. Ja, zoiets zei je ja. Ik denk al een nieuw gezicht. Huh? Ik denk al een nieuw gezicht. Ja. Hoe lang duurt het ongeveer met u? Anneke probeert de verrassing nog even geheim te houden. Maar dat lukt niet erg. Ik ben heel nieuwsgierig. Nee, ik moet je afbijten. Wat? Je moet er niet aankomen. Nee, ik moet er niet aankomen. Nee, kom op. Ga je niet maar. Kom. Schiet op. Oh, dat is een verrassing. Voor mij. Echt? Wat leuk. Oh, mag ik heel even kijken wanneer het is? Nee. Oh, ga je weg? Nee. Kom, dat is tegen. Het is morgen al. Hé, hey, kom. Oh. Ik doe net of ik niks weet. Hoe laat komt hij? Weet je wat? Ik verstop me gewoon. Weet je wat? Ik verstop me in de kast. Ik doe net of ik niks weet en ik ben een verrassing voor. En als hij binnenkomt, roep ik gewoon heel hard meneer Van Beek, ja? Oh god, maak nou weer mee. Hallo. Dag. Anneke Rademaker. Jannie Verbeek, hallo. Waar is Edward? Die is heel even weg. Die komt zo terug. Oh, ik ga even zitten. Ja? Maar waar is mijn man? Weet u dat? Mijn man? Ja. Weet u waar die is? Nee. Ik zal het niet weten. Ja. Wat is dit nou? Weet ik niet. Oh, blijf dus voor mij. Dat is voor mij. Nou, daar geloof ik dus helemaal niks van. Goed, oh, wat een schat is het toch. Ach, is dat morgen? Weet u hier iets van? Nee. Huh? Oh. Edward. Wat fantastisch. Ja. Oh, wat ben ik hier blij mee. Dit is echt okay. Die ik al heel lang had willen hebben.
vind hem echt heel prachtig. Doe hem even om. Oké. Het is slecht weer in Parijs, dat wel, hè? Maar goed. Zo. Waar is die paraplu die we vorige week met golven hebben Lievert, die paraplu, dat komt er allemaal goed. Nee, Edward, die wil ik wel mee, dat stormparapluutje, weet je wel? Ja. In die kast. Zit in die kast? Nee, ja, dat moet je niet doen, laat me zitten. Ik kan zo beter een parapluutje kopen. Een leuk parapluutje? Nee, dit is een stormparapluutje, zo'n hele dure. Ja, die wil ik graag mee. Nodig. Ja, nou, als hij hier is, volgens mij in de kast. Nee. Lievert, dat kopen we lekker in Parijs, is niet het probleem. Ja, dus maar dat zitten jullie moeilijk te doen. Volgens mij hier. Wat? Zit iemand in de kast? Ik ga nu even mijn moeder bellen, want we zitten natuurlijk wel met de kinderen. Oké, okay, ja. Doe ja? Maar even. Ja. Okay. Zo. Er zit iemand in de kast. Een vrouw, een donkere vrouw. Ik dacht dat het van je is. Hè? Is dat je vriendin? Dat is er. Godverdomme. Oh nee. Kijk maar uit. Laat ze er even uit. Nee, niet. Ja, want die denkt dat dat is van haar. Wat is er? Heb je de paraplu nee, daar? Nee, het is Jannetje, die paraplu is er. Ja. Oh, wel. Die is het niet, maar hij staat hier ergens. Mag ik even bij me gaan? Ik wil graag. Kijk hoor, hier zie ik niks waar. Zie ik niks. Nee? Nee, ik denk dat het hier ook. Hé, er is niks. Oké. Okay. Nou, dat begrijp ik niet. Nou ja, de ketting staat je prachtig in ieder geval. Oké. Okay. Nou ja, dan koop ik hem morgen wel even op Schiphol. Lievert, ik ben zo terug. Ik moet even, nog even iets pakken. Nog meer verrassing, nee, dat is toch een kleine verrassing. Dat is wel een schat. Bent u getrouwd, mevrouw? Ik heb het helemaal gehad. Wat is dit? Dit is mijn reisje. Waar kom jij nou vandaan? Hij zou met mij weggaan en niet met u. Wat voor slettenbak komt er ineens uit de kast? Slettenbak? Pardon? Nou, neem me niet kwalijk, zeg. Weet u hiervan? Ellie, waar ben je? Hoe kan ik hier nou wat van afweten? Ik kom hier net. U zat toch net in die kast te kijken, mevrouw? Ben ja, ik, ik zorg om, en ik keek voor u naar een paraplu. En toen maar heeft u haar niet gezien? Nee, nou, ik heb haar echt niet gezien. Nee, want ik heb die jas op zijn geschoven. Nou, sorry hoor. Nee, we moeten eens kijken. Het hangt hier helemaal voor mijn pakken. Hallo, ja? Ik heb een bosje bloemen. Oh, God. Voor de supersecretaresse.